Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik had al vele malen eerder kunnen filmen, maar ik kreeg telefoon van mijn lieftallige zwager. Ja, eindelijk, maar toch. Hij zou met mijn verjaardag komen, hij is niet geweest. Nee, ik kan wel indenken, want als meneer eerst pech heeft met de auto en daarna weer een hartinfarct krijgt en weer in het ziekenhuis belandt voor 24 uur, ja, dan wil ik het wel geloven dat hij eventjes time-out houdt, ja. Maar in ieder geval, hij feliciteerde me even in het verband dat ik oma word. Dus ja, helemaal geweldig, helemaal leuk, helemaal leuk, helemaal leuk. Hij zat nou met iemand anders zat hij te vissen aan de waterkant op karpers. Dus ja, helemaal leuk voor hem. En ik ga dan met meisjes uit en daarna ga ik nog eventjes een ritje door de stad doen. En ik neem jullie mee, maar ik zet jullie nog eerst weer eventjes aan de lade, want er mist één streepje. En als ik weg wil met jullie, dan moet die vol wezen. Dat dus. Want je weet maar nooit wat ik tegenkom. Nee, en omdat er de laatste tijd op zaterdag muziek is, daar tegenover schuin tegen rechts van het station, voor die twee restaurants. Het een is ook een hotel, ja, de andere niet. Maar in ieder geval dat dus. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van weer het prachtige mooie weer, het zonnetje schijnt. Het is ook bewolkt, maar er is ook wat blauwe lucht. Dat dus. Ik ga nou eerst lekker lopen en dan zien we wel weer verder hoe laat het wordt. Het is nou net 2 uur geweest. Het is zaterdag. Het is de 17e van de 8e 2024 en het is 2:06. Dat dus. Maar ja, dat is zo laat. Ik kom door mijn zwager. Dus foei. Maar ja, kan die ook niks aan doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me weer klaarmaken om eventjes lekker de hart op te gaan met jullie. Ja. Maar we beginnen hier, want er zijn tenminste, ik zag er net vlindertjes op mijn vlinderstruikje. Ja, dat vind ik zo'n leuk, hè. Ja, dus die even goed. Want die heb ik wel nodig zometeen. Ja, die moet mee. Ja, hoe doen we dat even? Al is het maar voor even. Even aan me. Zo. Dus ja, dus. Dan gaan we eventjes omdraaien. Zo. Lief zijn. Dan is het veertje. Dat is een veertje van een vogeltje. Nou, laat me mooi leggen. Dan draai ik ook wat te spelen. Ik zag er net vlindertjes, ja. Mijn oom is ja, daar. Ik weet niet of jullie het zien. 3 zien ik er. 4 zien ik er. Geweldig. Ja, dat... ja, lieve vrienden, ik hoor weer wat. Ik hoor weer wat. Thank you.
uitgaat. Hey, hi. Wat is dat nou? Ik, ben je weer aan het filmen? Ja, ik hoor muziek, dus dan ga ik weer even op af. Goed zo. Ik ben een vlogger op YouTube. Ben je volgende dan? Nee, ze staat er al een aantal keren erop. Dus ja. Dus. Nou, mooi. Doe je best, hè? Ja, dat doe ik. Waar je straffer bent dan? Ik weet niet. Oh. Maar tegenwoordig daar altijd muziek. Ja? Ik ja, vind het... Wij gaan door. Ik vind het daar leuker dan op dat pleintje daar. Dat is mijn te. Ja, dus ik ga daar even kijken. Ga koffie bezorgen. Is goed, schat. Doei. En ik zie weer een mooie hond en dat is een herder. Is toch een herder? Jazeker. Kom je op YouTube gaan? Ja. Nou, dat zal ze fijn vinden, denk ik. Ook een meisje. Een meisje, ja. Hoe heet ze? Woena. Woena. Woena? Woena met een W. Woena. W-U-N-N-A. Woena. Ook al apart. Ja. Lijkt ik wel. U heet? Nou, mijn honden hebben ook heel aparte namen. Ja? De grote heet Elwing met de G-partij, dat denk maar een elfvleugel. Ja? En de kleine heet Rijka met E-U. Oh, oké. Okay. En ik heet Corina met I-E. I-E. Zo. Nou. En ik heet Harry met een K. Waar je er ook op? Ja, ik vind het best. Jij staat er ook al op. Dus, Helemaal goed. Ja, dat is gezellig toch? Ja, daarom. Helemaal leuk. Even dansen. Goed, dan ga je op YouTube. Ja. Ik kom er even dichterbij. Ah, ja, kom maar even dichterbij, want ik ken je niet verstaan. Daarom. Daarom, hè. Kijk. Vertel. Sinterklaas in Wording, hè? Kom ook op YouTube? Ja. Welke cel? Ik wil net gaan vertellen. Oh ja, ga vertellen dan. Maar ik doe hem heel even dicht. Ja. Dus Vind ik er goed voor zo. En toen waren we weer thuis. Ja. En hoe laat leven we nou? Het is 15:57 en er heeft iemand gebeld. En wie weet ik nog niet, dat zal ik zo even bekijken. Maar ik zal weer even melden dat ik thuis ben. Ik heb even eitjes gekocht en ik heb even een gebakje gekocht om te vieren dat ik oma word. Ja, mag gevierd worden. Dus ja, daar gaan we even wel van genieten. En het was een Breewaterplantje, was het weer giga druk. Nou, dat hoeft voor mij niet. En we hebben andere mooie muziek gehoord. Dat was country, daar heb ik een klein stukje gefilmd. Want anders krijgen we toch weer problemen. Maar ik zet er toch ook wel eigen muziek er even onder. Want anders krijgen we helemaal problemen. Ja. Ik probeer dat van vorige week ook te doen. Maar dat kreeg ik niet eens niet op YouTube. Terwijl ik het filmpje helemaal ingekort had met een klein stukje. Maar hij wou niet op YouTube komen. Ik dacht, nou, dan haal ik het er tussenuit. En dan weer eventjes aan elkaar maken. En kijken of hij dan wil. En toen wou het wel. Ik dacht, ja, hallo. Hoe dan? Ik snapte er geen ene hannes van. Maar in ieder geval, ja, de film van vorige week, dat staat er geloof ik al op. En ja,
Bizar. Ja, toch? Ik vind het wel. Hé, dametje. Raar, hè? Maar in ieder geval, ik heb lekker een bakje koffie. Ik ga even wat voor mezelf doen. En dan neem ik een gebakje erbij, want het gebak moet even in de koelkast, want het heeft natuurlijk in de zon geweest. En ik heb even staan te praten met iemand in de zon, dus ja, moet eventjes aanstijven weer. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Doei doei. Elwing, wat heb jij daar? Is dat lekker? Ja? Rijker is er daar. Maar er is er nog eentje in huis. Ja, ja. En dat is onze Patrick. Hoi, hoi. Geweldig. We zijn er weer even. Ja, we zijn er weer even. En hij is even met suiker bezig in de koffie te doen. Maar ik ga toch vragen of hij weer op wilt staan en bij me wilt komen. Want hij heeft een hele mooie... Tenminste, het is nog niet af. Maar het is al wel mooi. Laat eens eventjes zien aan de kijkbuiskindertjes. Ja, hij is zo echt. Ja, daar is nou mee bezig geweest. Dus het moet nog verder, het is nog niet klaar. Maar dat vertelt hij zelf maar. Ah ja, dus de eerste sessie van de... Nou ja, dat is de vraag hoeveel. Maar ja, het is iets wat ik al lang wou. Dus de eerste basis is gelegd en... Nu weer eerst laten genezen en weer sparen voor de volgende sessie. Ja, dat lukt jou wel. Nou ja, lukt je wel. Het is altijd even kijken hoe of wat natuurlijk. Ja. Dus het is een hoop geld. Maar ja, je hebt ook weer wat waar voor je geld. Dus daarom. Ieder zijn ding. Ieder... Nee, je gaat op vakantie en de ander geeft het aan het dat. En ik vind het ook mooi. Rijk, jij? Ja, Rijka, die is op maf. Hè? Allebei maf. Maffe dametjes. Hé? Ja, maffe dametjes. Ja, en ik heb nog steeds de deur wagenwijd open. En ik was eigenlijk bezig met een plaatje te gaan maken, maar... Dat gaat overgeslagen worden, want de meneer daar die belde mij op om te vragen of het goed was om een bakje koffie te komen halen. Nou ja, dat doen we natuurlijk. En we kijken even lekker film. Ja, hoe heet die film ook weer? Karate Kid 2, ja. Ja, gisteren was het 1 en nu 2. Dus, nou reclame en we gaan weer verder zometeen. Dus helemaal gezellig. Tot. Doei! Doei doei! Ja, Elwing ligt daar. Rijka die ligt daar, die heb ik net naar binnen gedirigeerd en die ook, want ze stonden eventjes te blaffen en dat om 1:26 en dan wil ik dat niet meer hebben dat ze blaffen, nee, dat laten ze maar. We zijn ook net al uit geweest. Patrick die ging naar huis, want die moest ook zijn hondje nog uitlaten. En nou, zijn samen opgelopen. En hij gaat dan daar ginds weer af. En ik ben weer doorgegaan met mijn eigen ronde. Helemaal leuk, helemaal gezellig. En nu, ik had geen knabbeltjes meer. Ik heb een halve rookworst in plakjes gesneden. En dat hebben we op zitten te eten tijdens een biertje, corona, ja. Een corona biertje, lekker. Maar ik heb nou nog wel zin in wat, ja. Ik mis mijn schaaltje met knabbeltjes, ja. En dan krijg ik toch zin in wat. En ik heb nog niet zoveel gegeten, dus ja, dan mag ik dat nog wel even een broodje eten, toch, ja. En daarna gaan we een beetje, dus ik kom gewoon bij jullie om welterusten te wensen. En een hele goede nachtrust wensen. En voor degenen die morgen naar de kerk gaan, een hele fijne, liefdevolle kerkdienst gewenst. En voor de zieken, beterschap. Voor degenen die aan het rouwen zijn, veel sterkte. En voor degenen die werken moeten, werk ze. En weet ik veel wat nog meer. Verzin het maar wat. Ik weet het even niet. Nee. Maar in ieder geval één ding weet ik wel.
iedereen een gezonde nachtrust. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.